Yes. Yes. Hey, goedemiddag. We zijn hier, zijn er weer voor een nieuwe aflevering van een krachtig gesprek. En deze keer zitten we met deze grote meneer. The one and only. Ted van der Parre. De enige Nederlander ooit die, zich de sterkste man van de wereld mag noemen. Hey Ted, leuk dat je mee wil werken. Ja. Zullen we maar gelijk beginnen over 1992? Het jaar dat jij dus wereldkampioen werd. Ja, begin maar. Weet je, ik ga het gewoon gelijk vragen. Hoe voelt het? Of hoe voelde het? Dat jij gewoon de allersterkste man van de planeet bent of was in dat jaar. Hoe voelde dat? Ja, op dat moment wel, ja, natuurlijk gelukkig. Ja. Ja, je traint er ook voor. En het was ook mijn doel toen ik 13 jaar eerder begon met deze sport. Om dat ooit een keer te bereiken. Nou ja, goed, je hebt het bereikt. Het mooiste was nog dat je het in het land doet van de vorige sterkste man van de wereld. Max Verstappen van IJsland. Ja, wat wil je nog meer? Ja, ja. Dat is gewoon de kerst op de taart. Ja, we hadden net al een beetje, waren we al aan het kletsen, maar Magnus die had champagne al klaarstaan, zei je toch? Ja, voor het laatste onderdeel met Roosevelt Stone had hij zijn vrouwtje pad gestuurd om een paar flesjes champagne vast te halen, want hij zou toch wel winnen. Ja, en dat is natuurlijk, Roosevelt is ook echt een IJslands onderdeel, hè? Ja. Traditie daar natuurlijk. Ja, er zit ook een verhaal van zijn zagen van een of andere boerendochter die met zo'n stenen rond een berg heen te zuigen. Nou ja, ze zal wel heftig gehad hebben of zo. Maar. Dat geloof ik niet zo, het is gewoon een zagen daar en dat ook meer van die verhalen overal. Ja. Maar het was gewoon een pittig steentje om te noemen. Hoe zwaar was die, weet je nog? 185, 195, 1,2. Ja, dat is ook een flinke steen nog steeds. Ja. Ook voor vandaag de dag nog steeds een flink gewicht. Ja. Een echte steen en niet zo'n ding wat je tegenwoordig ziet wat ze op een verhoging zetten. Dus met een puntje en dan hem zo makkelijk een pakken. Nee, echt recht aan de kant zo en een beetje vormpjes eraan. En echt ruw was die ook. Ja, joh. Echte steen. Maar je gaf net aan. 13 jaar daarvoor was je begonnen met de sport. Ja. En toen was het je doel dus eigenlijk al om nummer 1 van de wereld te worden, gelijk al. Ja. Dus je hebt daar gewoon vanaf dag 1 ben je daarvoor gaan trainen, want dit is mijn doel, dit wil ik halen. Nou ja, in principe wel. Ja, het was gewoon mijn padstelling. Ik had toen een eigen bedrijf, ik zat toen een kassenbouwbedrijf met personeel in dienst ook en zelf ook keihard werken. Dus ik had geen tijd. Ik dacht, nou ja, mocht ik ooit een keertje tijd krijgen, dan ga ik trainen en dan is dat mijn einddoel. Dus ja. Dus je hebt gewoon gelijk het grootste doel ingesteld, van dit ga ik halen. Ja, precies. Dat moet ik doen. Ja. Het was mijn instelling ook, het was gewoon een hupje gehad ervoor. En je gaat zelf eens een keertje trainen, joh. Dus ja, je komt een keertje in een sportschooltje terecht op een gegeven moment. En ik was nooit in een sportschool geweest, nooit getraind met gewicht of wat ook. Ik weet wel, die jongens waren aan bankdrukkers, joh, wat is dat zwaar? Hij vond me, zwaar, het is 120 kilo. Ja, maar het is proberen, joh. Zonder opwarming gewoon dus. Ja. Oké, okay, ja. Ik ga binnenlopen. Hoe oud was je toen? 27. 27, oké, ja. 7, 28. En toen? Nou, ik zeg, hoe gaat dat? Nou, ik stank pakken, borst aan de zakken en weer uitstoten. Dus dat is dat alles? Ja, dat is alles. Ja, kom erop dus. En nou, pak hem eruit. Ja, toch was hij al terug, laat hem zakken zo. En ik stoot hem uit, dan, nou. Nog een keer. En maak een setje van 6, joh. Is dat alles? Ja, zo hoort het eigenlijk wel. Maar hoe vaak heb je al getraind? Ik zei, ja, nog nooit, jong. Dus eerst keer mijn stangen wandelen. Nou ja, op dat moment wist ik wel van, joh, als je nou een beetje verder gaat met trainen en je blijft een beetje in de sportschool hangen en je komt de juiste mensen om je heen tegen, wat ook belangrijk is, dan kan je ver komen. En ben je die mensen tegengekomen? Ja. Gaandeweg? Ja, ja. De beste steun en toeverlaat is altijd Gerrit Kopland geweest. Hij is later scheidsrechter geweest, de sterkste man van Nederland. Maar daarvoor was hij altijd mijn coach en mijn steun en toeverlaat. Hij dokte alles uit qua trainingstechnieken en hij maakte ook onderdelen samen met zijn vader. En ja, hij was een techneut. Ja. Dus altijd wat hij onderdelen zat te bekijken op een wedstrijd ook eens van joh, Ted, als dat nou zo aanpakt, dan gaat het misschien makkelijker om hem daarheen te krijgen. En zo waren we dus met iedere wedstrijd waren we zo bezig. En ik hoefde nooit ergens iets om te vragen als ik het onderdeel moest doen. Of hij pakte mijn riem alvast, die gaf hij. Of niemand daar is als het nodig was. En altijd water waren in de buurt. Ja, dus en magnesium als ik nodig had. Nou ja, hij zorgde overal voor. Ja, dat was echt jouw hulp en die jou dus mee heeft geholpen. Ja, ja, ja. Ik wil ook vragen van hoe waren jouw trainingsmethodes destijds? Want ik weet nog, toen ik begon met deze sport, dat is nu denk ik zo'n 4-5 jaar geleden. Zelfs toen was er bijna niks te vinden online van wat is de perfecte manier van trainen voor sterkste man. Dus dan ben ik zelf maar wat gaan kloten en een beetje gaan vragen. En we hebben natuurlijk heel veel onderdelen zijn er gewoon al. Maar hoe ging dat destijds? Hoe trainde jij? Hoe zag jouw trainingsweek eruit ongeveer? Nou, ik trainde 6 dagen in de week. Zes nog dagen gemiddeld zo 3-4 uur per dag. Maar
ik zat verder te kijken, dus er zitten ook conditionele onderdelen tussen. Dus hoe ga je die conditioneel aanpakken? Ja, dan kom je toch terug op je intervaltraining. Dus ja, ik deed veel buiten trainen, dat wil zeggen met de mountainbike op pad. Intervaltraining met lopen, zwemmen. Hardlopen ook gewoon echt? Ja. Ja, okay. Ja. Dus ja, daar kwam er allemaal bij kijken. Hè. Zwemmen, dat is natuurlijk helemaal goed voor je donder. Ja, en veel buiten trainen met vrachtwagen trekken. En dingen die je niet in de sportschool kan doen. Ja, dat waren dingen die je oefende echt wekelijks. Ja. Ja. Dus alles wat je denkt, nou, dan heb ik de wedstrijd tegenkomen, komen dan. Ja, dat ging niet voor, dat train je gewoon. En, ja. En dat pakte ze eigenlijk altijd leuk uit, de wedstrijdjes van links en rechts op het land heen. En natuurlijk gewoon de standaard sportschooloefeningen, de squat, bankdrukken. Ja, natuurlijk die standaard, maar veel schuinbankdrukken voor de boomstam. Het is denken, hè, van nou, welke spieren heb ik nodig voor de boomstam? Nou, dat beest in wat een buk een schuine bank. Ja. Dus ja, dan we gaan erop trainen. Dat was dat oefening die je vaker deed. Ja, net zoals de vrachtwagen trekken ook. Je hebt natuurlijk leg press of leg curl, maar ik deed altijd been voor been oefenen. Net als bij de vrachtwagen. Ja, natuurlijk iedere stap moet kracht in zitten. Dus. Dat was dus ook jouw coach die zo dacht? Ja, zo dachten we samen ook over. Ja. Van hoe kunnen we het beste doen? Ja, been voor been, dat is de beste methode. Ja. Vind ik wel mooi dat je dat zegt, want het beeld wat een beetje heerst, denk ik, is dat er vandaag de dag steeds over alles nagedacht wordt. En dat het vroeger wat meer een beetje lompe kracht was, maar dat was dus eigenlijk helemaal niet. Nee. Dat wordt wel gedacht, maar er werd wel daadwerkelijk over nagedacht hoor. En je moet nog informatie kijken. Jeff Graves is altijd een groot voorbeeld van me geweest. En die heeft me ook wel een of andere heel veel goede tips gegeven. Hij is ook de slechtste man van de wereld geweest, toch? Ja, een paar keer. Een paar keer zelfs, ja. Ja. En die gaf altijd wel goede tips. En, ja. Ja, maar ze hoort ook, je hoeft geen tips achter de hand te houden voor je concurrenten. Want het is een sport die je samen beleeft. En er kan er maar één winnen. En wie dat op dat moment is, het hopelijk dat je zelf bent natuurlijk. Maar ja. Als er een ander is van je wint, nou ja, respect voor diegene die van je wint. Ja. En zo hoort het in die sport te zijn. Ja, zeker weten. We weten allemaal hoe hard we ervoor werken om überhaupt ja, die dingen te kunnen tillen natuurlijk. En voor later. Ja zeker. Ja. Hey, tegenwoordig hebben we natuurlijk YouTube en Instagram en alles. En als ik zelf motivatie nodig heb, ik kan zo video's kijken van alle toppers. Om gemotiveerd te raken. En dat zullen jullie waarschijnlijk ook doen. Alleen vroeger was dat er allemaal nog niet. Waar haalde jij al je motivatie vandaan? Of kwam het echt allemaal vanuit jezelf? Of? Pure wilskracht. Ja, dan denk je nou zegt, je moet tegenwoordig aan Google en je komt verdorie van alles tegen. Van, alles tegen, ja. Noem maar op, je kunt het zo gek niet meer noemen of je kan het vinden. Nee, het was gewoon je eigen beleving. Hoe ga ik een wedstrijd in en wat zijn de onderdelen? Als je dat redelijk op tijd wist wat de onderdelen waren, dan ging je daar echt specifiek op trainen. En, ja. Maar tegenwoordig heb je meer voorbeelden om te zeggen, nou, ik ga naar YouTube toe, ik ga daar kijken hoe ze dat aanpakken. Ja, dus dat was toen nog niet. Nee, dat moest je allemaal zelf een beetje uitvogelen en vragen onderling. En kijk, je kon ook vaak aan de Challenge van de Bosgroep vaak dingen van, joh, hoe ga jij dat aanpakken? En zo wist je een beetje informatie uit. Ja. Maar nog steeds wel pittig als je ziet hoeveel jaar je ervoor traint om jezelf continu op wilskracht door te laten gaan. Ja, maar dat was toch weer padstelling. Ik zeg, je kunt het vergelijken van, weet je wat? In het businessleven. Als je iets wil bereiken, moet je er ook voor gaan. En hoe lang die weg ook is, als jij dat voor ogen hebt, dat punt voor ogen hebt gezet, nou ja, dat maakt die tijd niet uit hoe lang je erover doet. Ooit zal hem een keer bereiken. En hoe? Wel op de mooiste manier. Ja. Je hebt er alles voor gedaan om dat te bereiken. En daar doe je het ook voor. En zijn er ook tegenslagen geweest dat je dacht van. Ja, één keer was ik sterkste man van de wereld geworden. Toen zou ik automatisch wel een ticket hebben voor de volgende strijksman van de wereld in Orange in Frankrijk. Maar ik hoorde 2 dagen voor de strijksman van Nederland. Van Ted, je moet strijksman van Nederland worden, anders mag je niet meedoen in Frankrijk. Ja hoor. Jip, ik word genacheld. En ze voelde het, ik voelde me echt gepiemeld op dat moment. Dat er klopt geen klote van. Dat is makkelijk voor nodig, toen zijn die plaats in IJsland voor de strijksman van de wereld mee te doen. In Engeland hoeft die gasten dat ook nooit te doen. En hier in Nederland moest Tedje zijn eigen plaatsen weer om daarmee te mogen doen. Ja, hoe moet je eigenlijk dan gaan voorbereiden als je heel verkeerd daarheen gaat? Ja. Je bent gewoon een padje of je bent gewoon boos. En dan kan je niet een wedstrijd draaien als je niet 100% je geest en je lichaam één is. Ja. Maar hoe ging dat dan destijds? Nederland mocht 1 iemand sturen naar. Ja. Okay. Ja.
Ja, ik was sterkste man van de wereld geworden, dus ja, automatisch. Ja, dat zou je eigenlijk mee mogen, natuurlijk, titel dat was verdedigen. Dat was de maat, ik titel moeten kunnen verdedigen. Nee hoor. Dus ik werd gewoon gepiemeld door, ik weet wel wie, maar niet de naam. Nee, hoe was de sfeer verder tussen de deelnemers, zowel op wereldniveau als in Nederlands niveau? Trainen jullie ook samen met elkaar, of dat helemaal niet? Of was het een beetje... Nou ja, ik trainde dan wel met Piet Flikweert. Die kwam er later bij. Die ook met sterk nog dingen heb meegedaan. En ja, ging wel naar Friesland toe, John van der Bos en Wout Zijlstra. Ging een beetje trainen. Ja. Ja, dat was om te ver uit elkaar. Ja, dus het was meer eigenlijk... Ja, meer met de jongens die aan lokale wedstrijden meededen hier in de buurt. Daar train je dan mee. Ja. En dat ging ook gewoon goed. Ja. En de sfeer onderling, ja, de sterkste man van Nederland, ja. Grandioos. Ja hoor. Dat was een wedstrijd in 2 of 3 dagen, sterkste man van Nederland. En s'avonds zat je aan de bar een beetje te geinen met elkaar. Ja, ja. Biertje erbij of een spaatje blauw. Ja, dat ging altijd geweldig. Toen was het dus op meerdere dagen. Toen hoorde ze dat één middagje even snel... Ja, tegenwoordig moet je één middag moet je knallen. En, inpakken en wegwezen weer. Ja. Ja, dat is wel jammer. Dat is inderdaad wel jammer, ja. Hey, ik had een vraag over de voeding. Tegenwoordig zie je heel veel jongens die beginnen met trainen. Die kopen gelijk allemaal eiwitshakes en BCAA's en al die poedertjes en onzin en alles. Wij hebben iets serieuzere sporters doen wat meer met gewoon kip, biefstuk en eieren en de standaardproducten. Hoe was de voeding destijds bij jou? Je hebt het over eiwitten. Ja. Nou, de eerste eiwitten die ik kreeg, die ik gekocht heb, dat waren soja-eiwitten. Eiwitshakes, dat bedoel je toch? Ja, ja. Soja. Geen kraak of smaak, want lekker verdorie wel of je weet wat, karton zat te zuipen. Ja. Oh, wat was dat vies? Dan moet je een beetje die bananen erin, moet een klein beetje een smaakje te krijgen. Ja. Ja, in die tijd toen ik net begon had je niet zo gek veel. Nee. Ja, je had vloeibare aminozuren. Nou, eerlijk je die binnen had, was je maar ook al 5 keer omgekeerd. Weer die dingen, maar tegenwoordig kijk je maar in een fitshop binnen te stappen en je ziet daar hele assortimenten van 50 verschillende smaken. Ja, noem maar op. Je kan zo gek niet bedenken of het staat er. Nee, maar dan moet je gewoon dat je voeding moet zien te halen. Ja, maar als we bijvoorbeeld kijken naar een Haftop Jurgensen, die nou top van de wereld staat, die is zijn werk gezet en om de 3 uur biefstuk met rijst eet. Of een Eddie Hall met zijn 10.000 calorieën. Hoe was dat bij jou? Ja, ik zat ook voor 10.000-11.000 calorieën. 11.000 calorieën. Ja, maar gewoon uit de normale producten? Zeg maar. Gewoon uit de pasta's, rijst, ook aardappelen. Ja. Het was gewoon, maar vlees ook een biefstuk op een dag, ga je uit man. Ja. Dan moet je een partij geld verdienen. Ja. Dus het is wel een dure sport op zich. Op zich wel, ja, want we krijgen er in principe weinig voor terug. Maar jij bent wel professional geweest, toch? Een paar jaar? Ja, semi-professional. Semi-professional. Ja. Okay. Zomers was ik weg. In de winter was ik thuis aan het werken. Oké, dus een half jaar volledig focus op je training. Ja. Volg je de sport nog steeds nu? Heel af en toe. Heel af en toe. Ja. Zowel in Nederland als wereldwijd een beetje. Nou, het is sterk vanaf Nederland. Dus het is... Ik ben 1 keer wezen kijken, ben ik halverwege weggegaan. Toch ja, ik vind geen tering man. En toen ben ik de laatste keer was in Surhuisterveen. Toen ben ik wel gebleven. Dat was een leuke wedstrijd. Absoluut. Maar tegenwoordig is het allemaal zo ver weg hier vandaan, joh. Eerder, ik ben er bij 2 uur verder. Ja. En wat vind je dan vooral saai? Nou, het is diezelfde locatie en het is... Beetje hetzelfde altijd. Beetje hetzelfde. Kijk, Wouter Fokker de Jong doet perfect die gasten. Qua presentatie en jureringswerk, absoluut liggend. Ja. Maar het is meer organisatorisch wat ik zeg van, ja jongens, kan beter. Ja. Nou ja, je bedoelt, wat ik wel leuk vond om te zien ook tijdens het portret is dat je voor elke editie, waar dan ook in Nederland, was het ook aangepast aan de locatie. Ja. Dus bijvoorbeeld als het aan het water was, dan moest je een bootje trekken. Heb je dat idee dat dat nu niet meer gebeurt? Nou, dat hoeft voor mij ook niet hoor, dat rondje Holland. Maar ze mogen het best wel voor de jongens uitsmeren over 2 dagen. Want het is toch een aanslag op je lichaam. Het is gewoon veel te kort. Het zijn 6 onderdelen in 5 uur tijd. Zaterdagmiddag moet je zo'n wedstrijdje afraffelen. Het is verdorie geen lokale wedstrijd. Het is een landelijke wedstrijd waar prioriteiten hoog staan voor de jongens. Ja. En daar moet wel gedacht worden. Maar ja, dat wordt helaas niet gedaan. En wat ik ook een kwalijke zaak vind, dat de jongens zelf hun eigen water moeten meenemen. Ik hoop van huis daar nog eens voor gezorgd kan worden. Dan zouden ze het nog beter moeten weten, die jongens. Ja.
Terwijl toch bij sommige amateurwedstrijden die ik zelf draai, dan staat er soms gewoon een hele koelkast vol met water. Klaar, ja. Het verschilt wel echt per wedstrijd en per organisatie, ja, denk ik een beetje. Absoluut. Ik weet er bijna uit dat je organiseerde waar de wedstrijden in Oosterwolde, in Friesland. Nou, betere wedstrijden kon je niet hebben qua organisatie. Er stond eten klaar, er stond drank klaar, voor alles en nog wat. De masseur stond er klaar als nodig was, de EHBO stond klaar als nodig was. Kijk, en zo hoort een wedstrijd, en dat is gewoon een lokale wedstrijd, hè? Ja, ja. En dan zie je bij de Nederlandse en dan denk je van nou... Maar is dat ook het grootste verschil met toen en nu in jouw ogen? Of zijn er nog meer verschillen? Kijk, als je kijkt naar de sport, hoe het is geëvalueerd. Het is nou tegenwoordig pas een mosterd samen met Berend, geloof ik. Ja, en die twee jongens zouden het beter moeten weten wat een atleet nodig heeft. Ja. Het is niet het product wat daar voor jou loopt te rennen en te zweten. Nee, ze zijn atleten die bezig zijn om prestatie neer te zetten. En dan moet je ten alle tijde verzorgen. Ja. En dat mis ik gewoon. Dat vind ik zo jammer. Is dat omdat de waardering voor de sport in Nederland minder is geworden? Nou, ik denk gewoon dat van, qua organisatorische oogpunt, dat hun prioriteiten ergens anders liggen. Niet bij de atleten. En daar laat ik erbij. Ik heb al vaak op Facebook ook dingen gezet. En het, ja, ik had wel een discussie met Jarno over gehad, maar goed. Ja. Als jij terug kon gaan in de tijd? Zou je iets anders gaan doen? Je gaf net al aan, voordat we de camera aanzetten, dat je, ja, als ik zou vragen, je spijt ervan dat je dat absoluut niet hebt. Nee, maar zou je iets anders doen of beter aan willen pakken in je carrière? Nee, absoluut niet. Ik zou het zo weer over doen. Maar op precies dezelfde manier? Precies dezelfde manier. Het maximale eruit gehaald wat je wou. Ja. Ja, mooi man. Kijk, dit is zoals het is. Ik heb toen het maximale eruit gehaald, dus voor mij verandert er niks. Nee. En als je nu iets in de sport mag veranderen voor de huidige generatie, wat zou je dan aanpassen? De jongens nu? Ja. Ja, daar ben ik te verder uit. Ik weet nog ook niet hoe hun levensstijl is allemaal. Kijk, ik volg Kelvin dan, die volg al jaren. Ja. Ik heb jaren geleden kwam Kelvin voor het eerst tegen in Maasland, op de wedstrijd samen met zijn vader, die jammer genoeg niet meer is, en weer een geweldige vent ook. Ja, en toen heb ik gelijk al gezegd, Kelvin, zeg ik tegen zijn vader, die wordt ooit een keer sterkste man van Nederland. Hij in hem. Ja. Met een beetje juiste begeleiding en controle bij de jongen. Om het helemaal goed naar je ziet wat hij nou is. Ja, vorig jaar is het gelukt. Ja. Nummer 1 van Nederland. Ja. En ook precies, door hij ook zo mezelf denkt, dat ik sterkste man van Nederland werd. De eerste keer was ik de vlak ervoor, maar mijn vader overleden. Okay. En Kelvin maakt precies hetzelfde mee. Dus ik weet wat de jongen in zijn hoofd mee heeft gemaakt op die dag. Ja, en hij is natuurlijk ook lang, dus misschien een beetje dat vergelijkbaar ook met jou. Ja, maar hij is ook snel en hij weet wel zijn focus. Ja. Kijk, je ziet wel van die gasten die moeten minuten van tevoren moeten ze eigenlijk boos maken voor onderdeel. Dat is zo zonde van je energie. Ja, bij hem kan gewoon, hop, die knop is om. Ik hoop precies zo. Het is gewoon van, ik heb een jaar gewoon wel opgelopen te vechten voor het onderdeel. Dan ben je als een hoop energie kwijt. Ja. Nee, het moet een of andere seconde zijn. Ik loop er naartoe en vlak voor je bed, boom, dat moet je zijn. Jij kon ook echt die knop helemaal omzetten en gewoon gaan. Ja. Ja, mooi. Wat waren je favoriete onderdelen en je minst favoriete? Ja, mijn favoriet was wel deadlift eigenlijk en boven mijn hoofd uit. Maar dat komt ook door je lengte. Dat komt door mijn lengte. Voor de rest, ja. Maar ik deed alle onderdelen graag hoor. Absoluut. Het is, nee, ik heb geen voor- en tegen. Kijk, ik was altijd een vrachtwagen trekken met een crucifix. Of een forward hold en een later onderdelen. Ja, dat ging altijd wel goed aan doen. En de zo'n strength. Ja. Want je gaf net al aan ook. Wat was die zwaarste steen die je had geteld, die Atlas-toon? 215 kilo. 215 kilo stenen en dat is in 19... Dat was wat in 95 geloof ik. 95. En we hadden het even over de soort hards. Je had gewoon een soort spray toch? Niks voorstelde eigenlijk. Ja, wat de handballers ook gebruiken. En de spuitbus. En de steen onder het zand. En nog... Ja, het is echt bizar. Echt bizar. En alleen maar omdat er niet zwaarder lag. Ja, er was niks zwaarder meer. Het was klaar. Echt bizar, ja. Wat dat betreft is de sport ook zo veranderd. We hadden het ook al even over... Vroeger hadden jullie al in de riem, denk ik, en dat was het. En een powersuitje. Ja. Wat vind je van die evolutie, hoe het nu is? Dat we toch polsbanden, elleboogs, alles is tot in detail perfect. Ja, ik heb daar niks mee. Ik zit te kijken ook, het lijkt me een stel... met alle respect hoor jongens, neem het niet kwalijk dat ik het zeg, maar... U lijkt wel halve invalide met die vanaf daar tot daar elleboogbeschermingen aan. Vanaf halfwege je kuit tot halfwege je dijbeen zit je ook ingepakt met een bandage. Zulke brede riemen om je rug, denk ik van jongens, wat moet die jeugd er wel niet van denken? Die denken bij zichzelf, joh, als ik het uit ga doen, leg ik ook weer tweeën. Want daar komen we nodig om heel te blijven, maar dat is niet zo. Het zit tussen je oren.
kijken. En ik weet wel dat het die bandages, dat werkt allemaal psychisch door. Maar je zal het nooit, nooit en nooit toe mogen laten. Tenzij je een blessure hebt met een doktersverklaring van joh, ik heb een blessure aan mijn elleboog of aan mijn knie. Mag ik bandage dragen? Oké. Maar niet zo om te wandelen even de laatste stoot te kunnen geven met een boomstampje of zo. Nee, ik. Maar aan de andere kant worden ook wel gewichten worden steeds meer. Dan train je steeds extremer. Maar train je toch op? Ja, nee, dat is. Het is. Maar ja, misschien dat er toch. Dat de middelen worden beter en dat gewicht, alles. Mensen pakken alles wat mogelijk is om nog meer te uit te halen. Ja, dat het ook meer is. Ja, dat zal ik hem wel wezen, maar. Het is geen gezicht. Je ziet er ook niet op de atletiekbaan een sprinter lopen die helemaal ingepakt zit om een betere afzet tussen voeten te krijgen. Maar ik zag, je bedoelt meer eigenlijk de charme van de sport, de echte botte kracht. Je mankeert niks, dus je hebt het niet nodig. Ja. Ik ben het helemaal met je eens, alleen toch, als ik kijk, volgens mij de sterkste man van de wereld 2014 of 15 was met die Halfdorp Jørgensen, die ging squatten, die had geen squatpak aan. Ja. Daar wou het op echt raw Viking power doen. Maar die verliest daar al zoveel punten op dat onderdeel, omdat hij gewoon niet dat squatpak wil doen. Ja, dat is een paar jaar later heeft hij het toch wel en dan scoort hij wel de punten. Ja, kijk, dat is natuurlijk dom om met squatten geen pak op te dragen. Dat is, ja. Dat is gewoon een vereiste, maar... Maar het is gewoon te professioneel geworden, wou je eigenlijk zeggen. Ja, maar die bandage staat allemaal veel te werken. Kijk, je traint erop, je weet wat je kunnen zijn. Ja. En het zal echt die zijn als jij iets te zwaar tilt tot ineens die elleboog eruit schiet. Dat kan gewoon niet. Kijk, wij trainen ook extreem zwaar en ja, tuurlijk. Er ging niks kapot. Ja, natuurlijk, je had wel eens een keertje wat in je spiertje verrekt of wat, maar voor de rest, joh, gaan. Ja, zeker. Die niet klagen, maar ja. Even kijken, met welke atleet zou jij jezelf een beetje kunnen vergelijken? Die nu, of in de, jij zegt allemaal aan Kelvin dan een klein beetje, wereldwijd ook iemand waarvan je denkt, die is een beetje hetzelfde als ik, wat stijl of mindset? Ik vind die IJslander vind ik geweldig, joh. Af toch? Ja, joh, geweldig, roze om te zien. Ja, heel interessant. Ja, ben ik benieuwd wat er nou gaat gebeuren met die wedstrijd die ze samen bekronken hebben. We moeten eraan vechten met... Ga je kijken? Ja, ik ga wel kijken. Ga je wel kijken, ja. Ja. Ja, die Haftoch is natuurlijk wel echt een reus. Die is maar 2 meter, wat is het, 2 meter 2 of zo? Ja. Je bent 2 meter 13. Ja, 7 voet, 7 feet. Nee, maar die hol ook, wist het niet uit, het is een raar mannetje. Een sportman ook. Ja, ja. Want ga maar geen wedstrijdje kunnen zwemmen, alsjeblieft. Ja, dat is wel gek, een beetje gek wat dat betreft, hè? Het is ook een afleten alle kanten op. Ja, precies. Ja, en de tijd Peter Balters, hè. Dat vond ik ook zo. Dus ik vond het zo jammer dat die gozer ermee stopte. Die had nou echt de tweede sterkste man van de wereld van Nederland kunnen worden. Ja? De tweede Nederlander, ja. In mijn ogen dan. Wel de finale gehaald, toch? Ja. Op wereldniveau, ja. Die had echt alles in. Ik vond het zo jammer dat die jongen stopte, maar ja, goed. De laatste tijd hebben we eigenlijk niet echt veel Nederlanders gezien meer op wereldniveau. We hebben natuurlijk Jan Hams en Alex Molen, die hebben de qualifiers meegedaan. Ja. Maar er is eigenlijk nooit meer een Nederlander in de top 10 gekomen. Denk je dat het ook nog gaat gebeuren? Of dat er nog een Nederlander nummer 1 wordt? Of blijf jij denken, je hebt misschien toch een eenzame hoogte daar staan? Dat is het enige. Nou ja, voorlopig sta ik nog op eenzame hoogte, maar ja. Het zou niks verbazen als Kelvin ook op die hoogte komt. Ja, want hij is ook nog niet zo oud volgens mij, hè? Ja, Kelvin is. Is hij al 30 of niet? Ik denk zo rond de 30, ik weet het ook niet. Ja, ik fout zeg, sorry. Ik was natuurlijk 37 toen ik wereldkampioen werd, dus ja, ik ben gewoon een oude lul in de sport. Ja, zeker. Heb je dan ook nog tips voor jongens die nu kijken en zoiets hebben van, weet je, ik wil ook de sterkste man van de wereld niveau halen. Wat zou jouw beste tips voor jou zijn? Neem een doel voor ogen. En doe wat je kan en laat jou niet gek maken door anderen die andere methodes op nahouden. Gewoon je eigen ding doen en zeggen van joh, ik wil die wedstrijd willen gaan draaien en waar ik eindig. Joost zal het weten, maar die wedstrijd erop zal ik 3 keer zo hoog eindigen. En daar moet je gewoon vanuit gaan. Ja, dus en zo begin je en probeer heel te blijven en je verstand te gebruiken. Dus kies een heel groot doel, focus vooral op jezelf, ja. En probeer telkens een stapje beter te worden. Ja. Dat was de hele intentie. Wat ik het mooiste vind aan dit, wat me bijblijft, is dat jij gewoon gelijk nummer 1 van de wereld zou worden. Dat je doel was. Ja. Je ziet zoveel jongens die zeggen, oh, ik doe gewoon mee omdat ik het leuk vind. Dat is het eerste doel. En dan ja, misschien een keertje eerste worden, is dat het doel. En dan misschien word ik een Nederlands kampioen worden, is dat het doel. Kijk, je moet altijd plezier in hebben natuurlijk. Als je plezier in iets hebt, dan moet het drie niks. Ja. Dus als jij een vrouwtje tegenkomt en begin eerst leuk, dan een week denk je ook, wat een ding is eigenlijk.
dan wordt het ook niks. Nee, precies. Ik vind het echt mooi. Toen ik begon met deze sport, ik had 80 kilo of zo, toen zei ik al, ah, ik wil meedoen met de sterkste man van Nederland, min 105 kilo. Toen had ik al uitgelachen door iedereen. Weet je, en toen zei ik later, wacht, maar ik ga op wereldniveau meedoen. En dit jaar zou ik in de min 105 klasse dan meedoen. Maar ja, door alle corona en alles is het verzet en uitgesteld. Maar dat vind ik echt gaaf, man. Ja. Zeg al op zijn gat een beetje. Ja, wordt eigenlijk mijn sterkste man op Nederland gehouden, of weet jij er wat van? Volgens mij is het dit jaar Sloes. Oké. Okay. Ja. Heb je nog vragen zo? Nou ja, wat is de grootste levensles die je eigenlijk hebt meegenomen uit de sport? Och, respect voor een ander en respect voor jezelf. Vaak de enige. Zeg. Dus je bent eigenlijk heel down to earth en relaxed. Ik ben gewoon wie ik ben en niks anders, niks meer en niks minder. Ja. En ik rook een jackie, dat doe ik al op mijn 14e jaar. Dat is ook tijdens de topsportcarrière. Ja, dat zullen we ook met Heineken en Kimsport het makkelijker doen. Een jackie moet je elke twee namen roepen. Oh ja, ik zit elke een jackie neerleggen en dan ging ik rond. Maar destijds waren er meer die dat deden, denk ik. Ja. Tegenwoordig is het eigenlijk ondenkbaar als je dat ziet doen. Joh, ik zal het nooit vergeten, met de wereldkampioen. In IJsland en we rijden met de bus rijden we terug naar Reykjavik, naar het hotel. Hoi! En toen vroeg die Riet die voor in de bus, die ons verzorgde ook, de stewardess zullen we noemen dan. Wat willen jullie drinken? En toen kwam ze maar, ik zoek toevallig whisky in die car staan. Ja, ik zei, nou, maar een beetje whisky. Dan schenken ze een druppeltje in. Ik zei, ja, dat doe ik er niet voor. Dus een half glas whisky en even een jackie erbij. En het jaar erop, weer twee jaar later, het jaar erop kwam ik in Engeland. Kom ik die gasten tegen en ook whisky drinken. Want al die koppen gingen natuurlijk zo achter en achter toe, toen ik dat bestelde. En ook roken de jongens, zelfs makkoes rookte toen. Ja? Ja. Tijden veranderen echt wat dat betreft. Ja. Dus wat is het mooiste moment van je sportcarrière? Maar buiten dat je natuurlijk wereldkampioen werd. Nou ja, dat je in principe ook over uit werd genodigd. Zeker 5 jaar daarna nog de aardbol rondgezworven met een demonstratietje daar, openingetjes. In allerlei landen dus. Ja. Gewoon gaaf. Ja, we hadden toevallig in de auto hier naartoe, hadden we het erover van als jij vandaag de dag zou leven. Of ja, leven. Ik ben er nog maar. Ja, sorry. Vandaag de in dag de sport. Wereldkampioen zou zijn. Weet je, had je misschien wel 1 miljoen volgers op Instagram gehad. Ja. En een YouTube kanaal en merchandise en dit en dat. Wat dat betreft. Ja. Ja. Maar die aandacht was er toen dus ook, alleen ja dat was er en dat vind ik ook niet belangrijk, ik deed het voor mezelf. En, het is toch wel leuk, maar het was nooit het belangrijkste. Nee, joh, mijn gezin was in de tijd het belangrijkste. En, ja, dat hoort eigenlijk ook. Mijn gezin zat altijd bij boven, want het hebben wel een paar gezinnen gekost, heel die sport. Dat zat gekost, ja. Dus de sport heeft je een hoop offers moeten brengen. Je vertelde ook een beetje over je blessures, een paar gezinnen, zei je? Ik heb 5 kinderen met 3 verschillende moeders, dus dat kan je nagaan. Oké, ja. Dus ja, dat was het offer wat ervoor gebracht werd. Dat komt dus door de sport, omdat jij daar zoveel tijd mee kwijt was. Ja, ik was te vaak weg en ja, dat gaat niet samen. Nee, dus te vaak weg zijn aan. Meest in mijn geval ging dat niet. Nee. En heb je nog talent doorgegeven? Zijn er nog kinderen die zo sterk... Nee, nog niet. Nog niet? Die jongste twee, maar daar geloof ik ook niet zo 1, 2, 3 in. Ja, zou je het mooi vinden? Als ze willen doen, natuurlijk. Ja. Maar moeten ze echt zelf willen en ervoor kunnen gaan en willen gaan. En half werk afleveren. Dat, nee, half werk is half resultaat. Nee, dat vind ik zo zonde. Dan begin je ergens van en dan maken ze die af. Dat, precies. Gaat er maar niet in. Dus ja, het leven van een sporter gaat niet altijd over roos, maar het is mooi dat het er is. En ik ben blij dat ik het heb meegemaakt. En ik zou het zo weer over doen. Ja, en je bent gewoon een Nederlandse legende eigenlijk nog steeds. En in de sport sowieso. En wereldwijd ben je ook wel een legende. Vaak contact met mensen in Zuid-Afrika ook, die hebben er ook nog steeds over. En, ja, dat is toch leuk. Ja, echt heel gaaf. Want ik denk dat wat jij bereikt hebt is een doel eigenlijk voor iedereen die sport doet. Is het ultieme doel, het hoogste wat te bereiken. Ja, probeer wat je wist. Probeer is falen. Maar ga ervoor dat je het hoogste kan behalen wat je in je mogelijkheden zit. Kijk, het woord proberen, dat is falen. Dat had ik ook altijd voor opgezet, samen met die coach van mij. Ja. Hij zei, probeer dat. Ik zei, nee joh, proberen is falen. Ja, ik doe het gewoon. Doe het of ik doe het niet. Ja. Dat is ook een mooi tegeltje, hè? Ja, proberen is falen. Wijsheid, ja. Nee, maar het is ook zo. Ja, het is zeker zo, ja. Heel veel jongens zijn gaan. Als jij zegt, ik ga het proberen, dan ga je al... Indekken. Achter ga je ergens op af. Ja. Nee, je zegt, doe het ook, maar... Ja, precies.
Dat is gewoon die gaten aan dit jongen. Ja, daar hebben we alles voor gedaan. Ja, dat hebben we het wel gedaan. Ja, zeker. Nee, het is een leven apart en je moet het kunnen en willen. En je omgeving die is ook heel belangrijk. Je hebt steun en toeverlaat nodig, nou, die had toen in Gerrit Kortland. Toen ik sterkste man van de wereld was, kon Gerrit niet mee. Die was net bij een nieuwe werkgever begonnen. Dus ja, die heb ik positief mee kunnen maken eigenlijk. Toen had ik een klooster meegenomen van sportschool over training in Vlaardingen. Ja. Ja, dat ging ook goed. Ja, gewoon een vertrouwenspersoon. Ja, gewoon een vertrouwenspersoon bij en dan gaat altijd best, joh. Ja, zeker, zeker. Ja. Hey, ik vond het een echt inspirerend gesprek, hè. Ik heb zelf inspiratie uit kunnen halen en ik hoop jullie ook. Ja, het is ook wel eens wat lekker doen, die jongens. Ja, zeker. Altijd leuk. En dames, je. Tegenwoordig ook dames. En anders weten we je te vinden, hè. Ja. Anders komen we gewoon terug van deel 2. Hey jongens, dit was hem weer. Jullie weten wat je moet doen. Like de video, subscribe het kanaal, laat een reactie achter. Misschien wil jij wel de volgende zijn naar wie we toekomen. Of weet jij iemand naar wie wij toe moeten gaan? Laat het ons weten en we zien jullie gewoon volgende keer weer. Later! Weer!